We hebben het leven alleen in Hem. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Naar de Hof. Dus we zitten op de goede plek. We zijn daar waar Jezus is. Want waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Daar hoef je helemaal niet aan te twijfelen. Hij is hier. En we hoeven met de bloedvloeiende vrouw alleen maar de zoom van zijn kleed aan te raken. En terstond werd ze genezen. Jezus voelde zelf ook dat er kracht van hem uitging tot genezing. Kijk, dat is een zaak van de Heere en u en jou en mij. Heel persoonlijk. Als je de kracht van dat woord gaat ervaren in je leven, dan gebeurt er echt iets. Mijn liefst is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen om in de tuinen te weiden en de lelies te verzamelen. Weet je wat zo mooi is? Hier wordt gesproken over specerijbedden. Je zou ook kunnen zeggen balsemperk. Waarom? Omdat in die tuin, hier dus, de geur van Christus wordt verspreid. Daarom is hij in die tuin, om zijn liefdegeur te laten ruiken. En er wordt niemand verboden vanavond om die geur op te snuiven. Die liefdegeur, dat zingen we toch. Maar laten we het dan ook doen. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Bedden van specerij. En nou komen die dochters daar terecht, waar de bruidegom is, waar Jezus is. Nou, als nou zo dat woord zijn kracht mag doen vanavond in onze harten, dan wordt daar de gemeenschap met de Heer Jezus Christus ervaren. En nou weet je, tegelijkertijd ook als hier staat specerij, bedden en balsemperken, dat dat natuurlijk niet beperkt blijft tot de hervormde gemeente van Krabbendijk. Nee, hier verspreidt hij zijn geur. Maar hij verspreidt overal die geur waar het woord en de sacramenten bediend worden. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. En daarom, wij kijken over alle kerkmuren heen. Die hebben wij opgeworpen in de loop der eeuwen. Maar er is maar één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dat zijn al degenen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. En daar is het de Heer Jezus ook om te doen. Hij is gestorven om ons zalig te kunnen maken. Anders zou dit niet hebben gekund. Hij is zaligmaker van zondaren. Is er werk voor Jezus in Krabbendijke? Is er werk voor Jezus in Krabbendijke? Zijn er zondaren die verlegen zijn om het bloed tot een volkomen verzoening voor al je zonden? Hij wijdt, staat er hier, en verzamelt de lelies. Prachtig beeld, hè, wijden. Dus het is niet alleen zo dat hij een bruidegom is. Ja, zeker, dat is hij, dat weten we. Maar hij is ook, en dat weten alle kinderen, de goede herder.
En waarom is hij nou de goede herder? Omdat hij zijn leven stelt voor de schapen. Een huurling die vlucht als er gevaar dreigt. Maar de goede herder, ja, die vecht zich liever dood dan dat er één schaap verloren gaat. En zo is het gegaan op Golgotha. Hij stierf. Christus, zegt Paulus in Romeinen 5, zo geweldig mooi. En ik mag u zeggen dat dat voor mij de tekst is geweest die mij in de volle ruimte van het geloof in Christus heeft gesteld. Christus is te zijner tijd, dat is 2100 jaar geleden, voor de goddelozen gestorven. Dat biedt perspectief, toch? Daarom kan het. Hij stierf om vijanden met God te verzoenen. Dat is toch een boodschap? Wat weerhoud je nog om hem aan te grijpen? En dan kan je leven niet zo bedorven zijn. Paulus die zegt van zichzelf dat hij de grootste van de zondaar is. Dus daar kunnen we al niet meer bovenuit, want grootste is een overtreffende trap. Maar met die zondaarsliefde komt hij ons tegemoet. En hij wil ons wijden. En dan moet je ongetwijfeld ook aan Psalm 23 denken, nietwaar? De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En hij leidt me zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt me in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zit met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.